Hallo, ik ben Natasja en ik werk als trajectbegeleider voor het Agentschap Integratie en Inburgering. Wat mijn werk plezant maakt, is vooral de gesprekken dat ik heb met de mensen. Het samen zoeken naar hoe zij hun toekomst hier verder zien. En ook de variatie. Elke dag is ook wel anders. Elk gesprek is ook anders. We zitten met heel veel verschillende culturen. Hallo. Heb je dat even gezien? Ja. Did you understand? Ja. You can follow me? I can understand better. Yeah. Ja. Hallo, mijn Natasja. Dus wij starten eigenlijk vanaf de aanmelding tot de afronding, het verkrijgen van het inburgeringsattest. De fases die daarin zitten is in eerste instantie een aanmeldingsgesprek, het uitleggen, het ook een beetje zoeken met mensen, de context, het zetten, waarom is men naar België gekomen, hoe ziet men zijn verder leven hier en ook gaan kijken of men over de juiste documenten beschikt om te starten met het inburgeringsprogramma. Een volgende stap is dan het intakegesprek, waar we dan een beetje dieper gaan en dan eigenlijk ook gaan uitwerken wat men dan precies wil. In het kader van diploma-gelijkschakeling, zoeken naar werk, wil men studeren, de taal dat men zal starten om te leren en ook een beetje een stuk de uitleg van de inburgeringscursus. Het voortraject dan, voor het start van de cursussen, dan nodig ik de mensen nog een keer uit om te gaan kijken, kan men instappen in het aanbod van de MO dat ik hier heb en zijn de randvoorwaarden in orde. Dat kan zijn, is er kinderopvang, kan men hier geraken met het openbaar vervoer, want dat is ook niet altijd evident, ons openbaar vervoer, om daar hier te raken. Is dat allemaal in orde alvorens dat men start met de cursus? Dan en ook het actieplan gaan bespreken. Ik laat hen ook al kennis maken met het actieplan, wat er in de les zal voorkomen. En dat we dat dan ook verder opvolgen achteraf. Na de cursus zie ik de mensen dan ook terug. En gaan we dan eigenlijk gaan verder opvolgen in het kader van het actieplan naar perspectieven toe, professioneel, sociaal of educatief, indien men wil verder studeren. En dat wordt dan ook verder gezet. Hè. Maar we volgen dus ook het Nederlands op, in samenwerking met VDAB en andere partners. Dan als de twee modules Nederlands zijn afgewerkt, de cursus inburgering is voldaan en men heeft een duidelijk perspectief waar men naartoe wil, dan kan ik dan ook het inburgeringsattest uitrekenen en dan kan men verder.